Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe video van mij. Vandaag ga ik starten met een nieuw schilderij. En ik dacht, het is leuk om jullie daarin mee te gaan nemen. Ik moet nog helemaal met een leeg canvas gaan beginnen. Dus ik ga nu ook beelden invoegen van dat ik een schets ga maken. Ik ga de compositie opzetten. En ja, dan ga ik jullie meenemen. So, let's go! Nou, hier ben ik met potlood bezig, zoals je kunt zien. Voorheen deed ik ook wel veel met verf, met grijs en bruin tinten, de eerste schets opzetten. Maar bij dit schilderij heb ik er toch voor gekozen om het maar met potlood te doen. Op die manier kan ik wel wat meer details ook aangeven. Ik heb alleen wel de neiging om dan al gauw te veel details te gaan tekenen, terwijl dat eigenlijk niet echt nodig is, want je gaat er met verf toch weer overheen. Voorheen schilderde ik ook met acrylverf en daar zag ik altijd die potloodlijnen nog doorheen. Maar als het goed is, is het met olieverf wel dekkend en zie je niks van de potloodlijnen meer terug. Dus ik dacht, ik ga weer met potlood aan de slag. Dus dit keer ben ik dus een meisje aan het tekenen die haar kat vasthoudt. Ik ben nog goed aan het kijken naar de compositie. Eventueel ook nog meer wat correcties aanpassen. En ja, straks ga ik er met verf toch weer overheen. Maar het is wel prettig om met potlood alles goed uit te tekenen voordat ik begin met de kleuren. Nou, hier ben ik gestart met schilderen. Ik ben met lichtgroen begonnen, met kleding van het meisje. Vaak begin ik ook al wel met meerdere kleurgradaties. Zoals je ziet ben ik ook met een bruin tint bezig om al een klein beetje de schaduw aan te geven. Ik zie trouwens dat ik ook de lijst er nog omheen heb zitten. Straks ga ik die er ook wel afhalen, want het is niet zo heel handig om schilderij in een lijst om dan te gaan schilderen. Maar ik wilde even kijken qua verhouding of het goed past in de lijst, dus vandaar. Maar straks ga ik hem wel weghalen. Dus ja, en eerst vaak lichte tonen en dan ga ik steeds ietsje donkerder. Dus vaak met bruin tinten probeer ik al een beetje wat schaduweffectjes aan te geven. En ik begin voornamelijk met wat grotere, grovere vlakken, met wat grotere penselen. Om ja, de eerste vlakken in te kleuren. Nou, hier heb ik de lijst er maar even afgehaald. Het is toch wat makkelijker werken zonder lijst. Dat is ook natuurlijk niet zo handig omdat de verf ook allemaal nat is. En dat duurt ook best wel lang voordat het weer droog is. Thank you.
Nou, hier ben ik al wat meer bezig met details toe te voegen. De ogen, de haartjes, gezicht. Daar ben ik al wat verder. En dan, vanaf dat moment vind ik het eigenlijk het leukste. Want dan krijgt de schilderij steeds meer leven. En in het begin is het toch een soort ugly face fase waar je in zit. Waar je eerst doorheen moet voordat je echt resultaten gaat zien. Nou, het is een nieuwe dag. Ik ben weer verder aan het schilderen. Ik ben echt nu met meer details bezig. Veel extra's aan toevoegen, zodat de levendigheid er nog meer in komt. En ja, dit is echt wel de leukste fase, vind ik altijd. Dat het er steeds beter uit komt te zien. Nou, inmiddels zijn we al aardig wat uurtjes verder. Er zitten wel aardig wat uren in het schilderij inmiddels. Ik denk iets van 2 volle dagen nu. En ja, ik ben op zich blij met hoe het er nu uitziet. Meestal zet ik het schilderij even een tijdje weg. Dan kijk ik er daarna nog een keer opnieuw naar. En dan zie ik altijd toch nog weer andere dingen. Dus dat is altijd wel goed om te doen. Dus ja, voor nu vind ik het wel mooi zo. Dus nou, ik hoop dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. En misschien tot de volgende keer. Doei doei! Mm-hmm.